Stoppels zit deze winter niet stil. Na de twee aanwinsten van vorige week heeft Linton Possumus deze week weer een mooie slag geslagen. Ervaren verdediger Lars Nieuwpoort komt over vanuit Cyprus en tekent contract tot het einde van het seizoen in Os. Vandaag maakten we meteen kennis met onze nieuwe aanwinst. Lars, ten eerste van harte welkom bij Top Os. Was het een bewuste keuze voor jou om Cyprus achter je te laten en terug te keren naar Nederland? Ja, ik wilde sowieso graag terug. Ik heb daar wel een mooie tijd gehad. Maar ik zocht er toch weer meer om naar Nederland te komen. En blij dat ik hier aan de slag kan. Dus ik heb er zin in. Het eerste aanbod was meteen aantrekkelijk? Ja, vergeleken met Cyprus is het natuurlijk iets anders. Maar gewoon het Nederlandse voetbal, alles goed geregeld. Thuis, lekker in je eigen land. Dat was waren vooral de redenen. Ja. Je zegt thuis, je bent een familiemens dan neem ik aan? Ja, zeker. Ja, veel vrienden hier, familie. En als je dan daar zit en het loopt niet, weet je wel, dan ga je dat wel, meer waarderen. Dus, ja. Je bent terug in Nederland en als kerst op de taart heb je dan een contract gekregen bij Top Os. Je kan lekker gaan voetballen in de tweede seizoenshelft. Wat kunnen de supporters van jou verwachten? Ik ben al redelijk oud, dus ze zeggen dat ik veel ervaring heb. Ik ben een voetballende speler en ik hou wel van duels en vol in de strijd. Dus dat is wel. Ik probeer het ook vooral voetballend op te lossen en middenvelds aan te spelen. En dat is wel wat ze kunnen verwachten, denk ik. Je zegt, ik ben redelijk oud. Ik heb even opgezocht, je bent 29 jaar. Is er niet juist een perfect moment om terug te keren naar Nederland en dan hier misschien wel de laatste jaren van je profcarrière in te gaan? Ja, zo had ik het ook, in mijn hoofd. Ik wil gewoon weer lekker hier spelen en mijn oude niveau terugpakken. En misschien dat er dan nog wat meer in zit, weet ik niet, maar dat zie ik allemaal wel. Je zei het woordje net zelf al, het woordje ervaring. Zou je daarmee een belangrijke rol in het team kunnen spelen? Ik denk het wel. Er zitten veel jonge jongens in natuurlijk. Veel talent wel. Maar ik denk dat ervaring ook wel belangrijk is. Ik hoop dat ik daar een steentje bij kan dragen. Wat is jouw kwaliteit als voetballer? Goede paas. Dat is, ik denk mijn beste kwaliteit. En daarnaast, je hebt nog meer kwaliteiten, denk ik. Kan je die eens even omschrijven, alsjeblieft? Nou ja, wat ik zei, voetballend in de opbouw. Ik ben redelijk snel ook. Ik hou ervan om de gaten dicht te lopen achterin. Mijn paas, crosspaas. Ik denk dat wel de voornaamste kwaliteit zijn. Ja, de wedstrijd tegen Telstar is zojuist afgelopen. Een 1-0 overwinning. Ja, beter kan je eigenlijk niet beginnen, hè, maandag. Nee, precies. Hopen dat we daar in dat goede gevoel door kunnen zetten. En dat we er nog wat van kunnen maken met z'n allen dit seizoen. Dat zou mooi zijn. Wat verwacht je van komend half jaar? Voor mezelf of? Voor jezelf en misschien ook over de club? Nou, ik hoop mijn plezier meer terug te vinden in het voetbal en de wedstrijden. En gewoon meer wedstrijden winnen en toch nog misschien ergens voor spelen. Dat zou heel mooi zijn. Wat is dat plezier dan dat je wilt terugkrijgen en waar ben je dat eigenlijk kwijtgeraakt? Ik denk dat het meer het teamgevoel is, weet je wel. Ik ben echt een teamspeler ook en ik vind het fijn om in een goed, leuk team te zitten. En in het buitenland is dat natuurlijk allemaal anders. Dus dat was ook wel iets wat ik miste. Beetje vrienden om je heen met wie je kan optrekken en uiteindelijk hetgeen doen wat je het leuk vindt, voetballen. Ja, en dan daarnaast nog winnen, dan zou het helemaal top zijn. Winnen zou het belangrijkste zijn dan van alles, of niet? Ja, zeker. Daar draait het om, toch? Veel succes komend half jaar.